Ook dit jaar zullen in sommige straten grote kerstbomen door bewoners versierd worden. Voor zo'n grote boom heb je meer versieringen nodig dan voor een kerstboom in de huiskamer. Daarnaast staat zo'n grote boom buiten. In wind, weer en regen. Dus de versieringen moeten steviger en groter zijn, maar vooral waterbestendig. Niemand heeft dat soort versieringen in huis en bij niemand groeit het geld op de rug. Dus een slim idee is om zelf versieringen te maken. Simpel, goedkoop en leuk. We hebben voorbeelden verzonnen die bijna iedereen kan maken. De gereedschappen die je nodig hebt zijn een eenvoudige schaar, een aardappelschilmesje, een pen of een viltstift, wasknijpers, elastiekjes en ijzerdraadbinders van vuilniszakken bijvoorbeeld. De waterbestendige materialen die je kunt gebruiken zijn verpakkingsmaterialen. Die hoef je dus niet speciaal te gaan kopen. Wanneer iedereen een paar dagen de verpakkingen niet weggooit, heb je al genoeg materiaal om een complete boom te versieren. Dus bijvoorbeeld lege frisdrankpakken, lege yoghurtbekers, lege waterflessen, lege chipszakken, bonbonpapiertjes, snoepzakken en zelfs plastic boodschappentassen. Een ander mooi materiaal is aluminiumfolie. Dat heeft vast wel iemand in huis. Het voordeel van deze materialen is dat je niets hoeft te verven. Want ze hebben vaak zelf al een prachtige kleur en het materiaal is stevig en waterbestendig. Een tip is dat iedereen zich gaat specialiseren in één soort versiering. Dan zijn jullie veel sneller klaar en krijgen de versieringen meer eenheid. Dus als de ene familie alleen de slingers gaat maken, kunnen de buren alleen de kerstklokken maken en weer andere buren alleen de kunstbloemen. Zodra je geleerd hebt hoe je één slinger maakt, is het maken van 10 slingers nog maar een fluitje van een cent. Je kunt ook een thema verzinnen waardoor de kerstversieringen mooi bij elkaar passen. Voorbeelden daarvan zijn alle versieringen in 1 of 2 kleuren. Een taalboom met cijfers en letters. Een wensboom. Een burenboom met foto's van iedereen in de straat. Of een huisdierenboom. We gaan nu aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien hoe eenvoudig kerstversieringen gemaakt kunnen worden. We beginnen met de plastic draagtasslinger. Goed, wat gaan we maken vandaag, Theo? We gaan een kerstslinger maken. Kerstslinger, van waarvan? Waardeloze materialen die niet vies zijn. Het zijn verpakkingsmaterialen. Precies. Ik ben al begonnen. Dus Theo knipt op dit moment hier het handvat af, want dat heb je niet nodig. Dat zit alleen maar in de weg, dat zullen jullie straks zien. Vervolgens knipt hij 1 kant open. Ja, en de bodem moet ook open. Als de bodem maar krokant is. Want op dat moment kun je hem openvouwen. Dan pak je een dikke watervaste stift, haal je de dop eraf en dan zet je een aantal lijnen waar je vervolgens langs gaat knippen. Nou, je begint natuurlijk ergens. We beginnen hier. Dan trek je een mooie rechte lijn richting de andere kant. Met z'n tweeën kun je dat heel goed zo overnemen. Rechte lijnen, niet te smal. Het is belangrijk dat die lijn breed is. Zie je wel, hier ga ik al gelijk weer de hoek om. Ik zou het hier ook kunnen doen. Nee, ik neem de brede lijn. Kijk, dan neem ik het weer van je over, Theo. Goed zo. Want, kijk, wat doen we nou hier? We gaan niet tot aan hier, want dan is het helemaal naar de galamise. We gaan zo, gaan we tot ongeveer die breedte en dan gaan we weer terug. Ja, we gaan zeker weer terug, want we nemen de lijn nog breder. We gaan doen gewoon dit even trekken. En stoppen maar tot hier. En dan? Dat kan ook. Je kunt dus zelf kiezen hoe breed je je lijn wil hebben. Dat is de creativiteit en de vrijheid. Wel de dop op de... Altijd de dop op de stift doen. Dop op de stift. Zal ik een snorretje bij je tekenen? Anders? Nee, liever niet. Nee, zeker geen smal snorretje, lieverd. Goed, daar gaan we. En dan? Dan knip je vervolgens langs de lijn. Langs de lijn. U kent het programma wel. Het bekende voetbalprogramma kunnen we dus makkelijk onthouden. Langs de lijn, maar dan anders. Maar niet te wild. Nee. Je hoeft dit niet haastig te doen. Je hebt er heel de middag de tijd voor waarschijnlijk. Gezellig met elkaar. Gezellig. Je knipt langs de lijn. Oh. Ja. Let goed op. Tot hier, Theo. Huppakee. Ja. Zie je? Het wordt al een mooie slinger, hè, Marjolein? Ja. Recht, ja. Recht knippen. En daar gaat hij weer. Knippen. Het voordeel van een scherpe schaar is natuurlijk dat je niet hoeft te knippen, maar dat je kunt snijden. Je kunt ook een Stanley-mes nemen, maar... Ho!
tot het kruis. Dan hebben we, kijk eens wat een prachtige lange slinger we hebben. Dan zou je hem inderdaad zo al in de boom kunnen hangen, maar we kunnen hem nog veel mooier maken. Theo, hoe gaan we dat doen? We gaan een vouwtje erin maken. Kijk, dan zou je zeggen een vouwtje. Nee, een vouwtje. Met een V. Zo is dat. We rollen hem een stukje op. En nog een stukje op. En nou merk je, het is een beetje glad materiaal, dus we zetten hem vast met een... wasknijper. Nou. Zo is dat. Daar. Kom maar, vogelbekje. Ja. Misschien nog een? Ja, nog even. Zo. En dan gaan we knippen, 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 knippen. Alleen in dit stukje. Hou even vast, Mameloe. En dan gaan we knip, 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 knip. Dit worden de franjes. Dus het belangrijke is dat je niet helemaal doorknipt, want dan gaat die stuk. Dus inderdaad, zoals Theo laat zien, tot over de helft ongeveer. En altijd van je afknippen. Goed. En nou laten we zien hoe leuk deze slinger aan het worden is. Kijk eens, is dit een leuke slinger of is dit een leuke slinger? Ja. We hebben nu één slinger, maar we hebben er nog één. Tada. Kijk eens, die hadden we al voorbereid. Wat we nu doen is, we draaien die slinger... Nee, ja, tegengesteld door elkaar. Want anders dan blijf je bezig. Ja, dat is belangrijk, dat je goed op elkaar let. Altijd een team vormen. Aan het eind leg je een mooie knoop. En zo kun je, door dit oog, kun je de boom in de tak hangen. Andersom dan natuurlijk. Dat begrijp je. Leuk, hè? Mooi. En dan het wasknijpervogeltje. Of sterretje. Ja. Nou, wat gaan we vervolgens maken? Kijk, dames en heren, dit wordt het. Dan denken jullie, hoe maak je dat? Nou, wat hebben we daarvoor nodig? Theo. Een sinaasappelpak. Mag ook een appelsappak zijn natuurlijk. En wat gaan we daarmee doen, Mario? Nou, wat hebben we nog meer nodig, Theo? Want mensen moeten wel weten wat de benodigdheden dat je die ter hand hebt. Een stift. Dik of dun. Een schaar. Groen of blauw. Een mes. Scherp. En wasknijpers. Want daar komen ze op, zie je? Marjolein gaat nu een vogeltje tekenen. Je hebt natuurlijk al een voorbeeld. En zo kun je dat of natekenen. Of je zegt van nou, ik ga bijvoorbeeld iets heel anders tekenen. Een kerstklokje. Kerstklokje kan ook. Een kerstklokje. Dan zal ik, of zal ik een vogeltje... Nee, het vogeltje vind ik wel heel leuk. Een vogeltje. Dit is zijn oog. Hup, hup, hup. Hup, hup. Kijk. Je kunt natuurlijk ook eerst het pak openknippen. Die vrijheid is er. Vervolgens... ga ik het pak open snijden. Ik snij het vogeltje uit. Ook hier geldt weer altijd van je afsnijden. In dit geval gaat het een beetje lastig, maar het zou eigenlijk wel moeten in verband met de volksveiligheid. We hebben nu een heel klein vogeltje. Bewaren. Het vogeltje knippen wij uit. Zonder het vogeltje pijn te doen. Dat begrijp je, hè? Altijd zuinig zijn met het vogeltje. Mijn collega Marjolein heeft nu op een werkelijk fantastische manier het oogje van de vogel al uit het pak gehaald. Maar dat hoeft niet per se. Zie je wel? Mooi, hè? Prachtig. Vervolgens is het belangrijk dat je twee streepjes plaatst. Twee streepjes hier en daar. Nu komt het moeilijkste punt. Want ja, je moet wel met messen om kunnen gaan in dit geval. Met een aardappelschilmes, maar je kunt ook een Stanley mes nemen natuurlijk. Je snijdt op een snijplank. Dus wordt je moeder boos als je het op het tafelkleedje doet. Inderdaad twee sneetjes. Waarvoor zijn die sneetjes, Theo? Die sneetjes zijn om het vogeltje handig op de knijper te kunnen doen. Dat is eigenlijk een fluitje van een cent, want kijk eens... de vogel zit nu aan de verkeerde kant op de knijper. Dus nu doen we hem ook nog een keer op de goede kant. Zo makkelijk gaat dat. Ja. Dan hebben we eigenlijk alleen nog een kerstboom nodig. Nou. Om de vogel in te zetten. Ik heb kijk al. Eens aan, daar komt hij. Ah, het vogeltje. Kijk. Is het niet schattig? Kom, we doen er nog één in. Ster. Mooi, hè? De yoghurtjesbekerklok. Waar ben jij zo dol op? Op yoghurtjesbekertjes. Voilà, dus die eet je vervolgens op. Dat is natuurlijk heerlijk. Dan heb je bijvoorbeeld een lege beker. Die was je even om. En aluminiumfolie. Nou, meer heb je niet nodig, nee. Toch? Laat zien. Je rolt inderdaad de beker in het aluminiumfolie. De beker heeft van nature al een klokvorm. De bovenkant, daar maak je een soort puntje aan. Een puntje. Zo, als je dat ziet. Om het puntje doe je het...
ijzerdraadje wat je gekregen hebt. Is dit niet van de vuilniszakken? Van de vuilniszakken, precies. En dan, kijk eens. En nou lijkt het een hele grote klok. Maar ja, je boom is ook groot. Dus je kunt nog het beste zelfs een yoghurtjes, bekertjes, carillon maken. Dat is nog leuker. Hoe groter, hoe mooier. Hé, wat leuk. Maar die kun je bijvoorbeeld ook oppimpen met de haarlak glitterspray van je moeder of zo. Jingle bells, jingle all the way. De wens of portretfles. Wat heb je nodig? Lege flesjes. Het leukste zijn doorzichtige flesjes, want wat gaan we namelijk doen, Theo? We hebben nog wat nodig. Een printje van de buurvrouw bijvoorbeeld. Of de buurman, de buurjongen. Is dat niet Tatjana? Dat is Tatjana. Je hebt groot gelijk. Leuk. Tatjana knippen we even snel uit. Dan rol je dit heel mooi op. Je kunt het natuurlijk ook met deze grote en een kleine fles. De dop haal je eraf. Je maakt er een klein rolletje van. Dan stop je erin. En wat gebeurt er dan? Dan heb je de zogenaamde ronddraaibal van je buurjongen. Inderdaad. Kijk hoe mooi. Kijk hoe mooi. Nou is het wel zo dat niet iedereen een computer heeft thuis, Theo. Zo is dat, ja. Dus stel je hebt geen computer, geen printer, geen foto van de buurvrouw of van elkaar. Dan kun je natuurlijk ook een mooie tekening maken. Zo is dat. En hij hangt nu nog niet in de boom, maar dat kan bijvoorbeeld met die handige clips die je samen met je vuilniszakje krijgt. Je doet het clipje eromheen en kijk eens, hij hangt weer in de boom. Draai de dopper op, in die geval moeten we dat nog doen, draai de dopper op zodat het regenwater niet in de fles komt. Het snoepverpakkingbloemetje. En wat gaan we nu weer maken, Theo? Ik zie het al. De snoepverpakkingenbloem, ja, toch? Ja, inderdaad. Wat doe je? We gaan deze maken. Je eet chips tot het je oren weer uitkomt. En vervolgens heb je een lege zak. En belangrijk is dat zilver. Ja. Kijk eens. Vervolgens knip je die lege zak, knip je dus kleine zilverpapiertjes van. Die hebben we hier al. Dan heb je natuurlijk een zak met bonbons. Dat is weer mijn ding, hè? Bonbons. Dat vind ik zo lekker. Die eet je op. Twee. Maakt niet uit. Het gaat om de papiertjes. Kijk, die papiertjes doe je erin. Je drukt met je wijsvinger, druk je een beetje naar binnen. Je draait er een tuutje aan. Je pakt het fameuze, inmiddels beroemde ijzerdraadje van de vuilniszak. Dat draai je er omheen. Hij zit, hè? En nou komt het. Kijk eens wat een prachtige bloemetjes je dan krijgt. Voor in de boom, of aan een slinger, of in je haar, of op de buurvrouw, of aan de riem van de hond. Daar is die weer. Gewoon ontzettende leuke bloemetjes. Thee, zit hier alcohol in? Je praat een beetje raar. De wensbuurtboom. Wat heb je daarvoor nodig? Natuurlijk heb je een aantal attributen nodig en pen en papier en zo. Maar eerst een digitale camera. Die kun je lenen van je buren of zo, maakt niet uit. Maar je maakt een leuke foto van iemand. Nou, wat ga je dan doen? Vervolgens heb je die foto op papier geprint. Daar ga je een wens op schrijven. Wat zullen we erop zetten? Ja, wat ga je erop zetten, Theo? Veel plezier met de buurt. Oh ja, de buurtwens. Wensboom. Van op zomer mee. Ja, dat is leuk. Van op zomer mee. De beste wensen. Ja. Van. Nou, van jou. Oh, van ome T. Ja, dat rijmt. Dat ben jij. Ja, kijk. En dan? T, want anders rijmt het niet. Ja. Goed. En dan vervolgens, als je hem zo in de boom hangt, blijft hij echt niet lang leuk. Doe je hem in zo'n plastic ding. Die heeft ook iedereen wel thuis en anders ga je die... Een folietje of een op ding. Op zijn kop. Eén plakbandje erop, anders valt hij er weer uit. Zo, voor de zekerheid nog één. Dan hebben we het bekende vuilniszakken dingetje weer. Dat haal je erdoor en je hangt dit in de boom. Hadden we al een boom? Nee, we hadden nog geen boom. Kijk eens hoe leuk dat staat in de boom. Als nou iedereen dat doet, dan hangt de hele boom vol met allemaal mensen uit de straat. Nou, Thee, het zit erop. Mooi hè, wat we allemaal gemaakt hebben. Al die dingen staan hier nu bij elkaar. En je kunt natuurlijk van je eigen verpakkingsmateriaal mooie dingen maken, andere kleuren. Je moet je gewoon lekker uitleven met elkaar. Hè? Ja, maar je kunt nog veel meer doen hè. Dit zijn alleen maar voorbeelden. We zijn ontzettend benieuwd wat jullie in jullie straat van jullie boom gaan maken. Precies. Veel succes. Bedankt voor het kijken. Doei.